Oranje Movies. Jongens en gasten, het is donderdag en het nieuwe jaar en we hebben een afspraak gemaakt, dus dat kan maar één ding betekenen. Tijd voor de... Nou, money. En deze donderdag wil ik direct wat nieuws introduceren hier bij de Banjo Break, namelijk de verse 5. Ik hoor je denken, Bardo, is het niet verse 50? Nee, de verse 50 is een andere serie, dit is de verse 5. En vandaag in de verse 5, 5 tips voor elke politieagent. Nummer 5! Heb altijd een beetje vertrouwen in de buurt waar jij aan het rondlopen bent. Heel veel mensen zijn op straat, praat met die mensen en hou ook altijd in de gaten wat die mensen doen. Gigantisch belangrijk, helemaal voor een politieagent. Ik sta nu op de afgesproken locatie, man. Ja, ik heb alle pillen bij me. Ja, jongeman, ik hoor iets over pillen. Laat ze maar even zien. Of moet ik je fouilleren? Wil je dat ik je fouilleer? Hier die pillen. Kijk eens aan, hè, precies wat ik al dacht. Oh, komt goed uit, want ik had al last van een beetje hoofdpijn, dus... Proost! Oh. Mmm! Zo de knetter! Die voel je al binnenkomen, hé? God, god! Nummer 4! Mocht er nou zich ooit een verdachte situatie voordoen, dan is het belangrijk om twee dingen te doen. Snel te handelen en nooit te twijfelen. Helemaal als politieagent, nooit twijfelen. Oh, een drukke dag vandaag. Meneer, mag ik iets vragen? Nee! Ah, fuck! Ogen! Sorry, Morrie. Selfie! misschien is het in een geval als dit ook wel handig om in ieder geval wat slachtofferhulp aan te bieden. Hey, heb je nog steeds pijn? Ja. Oh, wacht, ik heb iets. Dit schijnt altijd te helpen. Oké, dankjewel. Tweede keer pepperspray! Jij roken! De beste grap tot nu toe! Ik hou van het. Nummer 3! Weet je wat het leuke aan de politie is? Dat is wel dat iedereen een politieagent kan worden. Jij ook. Hey, hoi! Sorry de porrie dat ik je even stoor, maar meneer, ik moet jou gaan fouilleren! Maar ik heb niks gedaan. Als jij even zo schat kan zijn dat jij tegen die boom gaat staan, dan ga ik jou eens even fouilleren. Ja, kom eens. Schattenbout, handen tegen de boom. Goed zo. Oh, wat een leuke broek heb je aan. Ziet er grappig uit. Ik ga even fouilleren nu, oké? Oeh, wat een leuke billetjes, hè? Oh, man. Dus even kijken of jij wat bij je. Hé, hey, wat is dit hier? Dat is mijn penis. Oh, een 9 mm geweer, hè? Boefje van me. Oh, wat een schat. Nummer 2! Sterker nog, jongens, weet je wat het rare is aan deze video? Deze hele video hoeft niet eens gemaakt te worden. Want iedereen kan burgers helpen. Je hoeft geen politieagent te zijn om anderen te helpen. Politie, politie! Oh, jezus. Mevrouw is ontvoerd door ISIS. Wat? Mijn god. Ze gingen die kant op, daar ging ze heen. Maak je geen zorgen. Laat dit maar aan mij over. Wat ga je doen dan? Niks. Ik ben eigenlijk een stripper. Nummer 1! En dan nu het moment waar iedereen op heeft gewacht. De grote nummer 1 tip. Wat moet elke popo of politieagent natuurlijk doen? Wees altijd streng en zorg ervoor dat degene met wie je praat, dat die altijd luistert. Jij bent de politieagent. Hey, jij daar! Wie, ik? Ja, jij. Handen in de lucht. Wat zei je? Oh, ik zei, handen in de lucht. Lucht. Oké, draai een keer in het rond. Goed zo, stamp nu. Met je voeten op de grond. Hé, hey, ik zei armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. En stamp nu rond als een gans. Zo gaat de kabouterdans. Hé, hey, ik zei armen in de lucht, hè. Armen in de lucht. Hè? Sorry. Ik kan niet maken, man. Sorry, ik weet het. Het is tegenwoordig allemaal alleen zo anders. Ik reageerde zo rationeel omdat de maatschappij is veranderd. Het lijkt wel alsof ze veel meer rancune hebben tegenover de politie. Nee, dat bedoel ik niet. Hij leeft nog. Oh! Armen in de lucht. Banjo
Movies, yeah! Heb jij gelachen om deze video? Geef dan een dikke like hier beneden op het duimpje omhoog te drukken. En abonneer ook vooral hier beneden op het knopje abonneren te drukken. Hij is rood, klik erop en hij verandert van kleur. Misschien wordt hij wel paars. Probeer het. Like en abonneer hier beneden. Dan gaan wij lekker door met de RAR. Oftewel de reactie over alle reacties. Alleen maar een kut. Stef nu in die had gezegd. Ik ben wel leuk. Er komt ooit een moment dat de RAR echt een goede reactie is. Beloof, beloof. Maar tot die tijd geef een dikke like en abonneer hier beneden. Want aankomende zondag is het moment voor de nieuwe conferentie. Zondag komt die online iets korter dan gebruikelijk. Maar zondag de conferentie hier op Banjo Movies. En dan ga ik nu weer naakt in een hoekje zitten masturberen. Tot volgende week donderdag. Oh ja. Oh. Dylan Hagens. Oh, dat is koppie van hem. Oh, Dylan. Ik moet even wat schoonmaken. Later. Bye! Like en abonneer!